Helene, waar kom je de winkel in en wat zien we iedereen in een dirndl? Wieso? Ja, Frans, dat leut zich toch wel rooien. Dit is Oktoberfeest. En ik vind ondernemers die moeten er ook een steentje aan bijdragen. Het is goed voor de binnenstad, goed voor de ondernemers. En ook we krijgen zoveel leuke positieve reacties van de klanten. Ja, we kunnen er niet omheen. Het is gewoon geweldig. Het is een groot feest. En dat laten we ook in onze winkels zien. Is het nu drukker dan normaal? Nou, ik neem aan dat ze door de binnenstad naar hier is gekomen. Nou, de stad is gewoon ontploft. De parkeergarages steunen gewoon helemaal vol. De Maret is geen plekje meer te krijgen. En de binnenstad, ja, de lups bekant over de cup heen. Is het een gezamenlijke actie om alle ondernemers in een dirndl te krijgen? Hoor dat niet gaan? Ja, dat zou inderdaad wel een leuk idee zijn. Ja, er zijn nu verschillende ondernemers. Die steunen inderdaad in Dirndl, steunen die in de winkel. Ja, we doen het nu al een aantal jaren. En ja, het is ook een stukje actiereactie met onze klanten. En het wordt zo gewaardeerd door de klanten. Dus ja, voor wat nee. Je hebt een mooi t-shirt achter de gangen. Wat staat er eigenlijk op? Ja. In Zittert is die Gaalse stad ter wereld. Dat is toch ook zo. Zeker deze dag. Zit er dan plof gewoon. Ik denk morgen, als we, ja, morgen, zondag, met de optocht. Ik denk ja, dat zit er gewoon stampenvol is. Heb ze open? Ja, tuurlijk ze even open. Er zijn ook lui die wat ja, niet van het Oktoberfeest houden. Of die willen nog even gauw tussendoor gaat komen kopen. Hè, voordat ze de Maret of de stad in gewoon. We zijn gewoon open. Dus koop zondag, voor wat niet.